Welkom bij Topnames. Iedere dinsdagavond bestelt mijn vriend Stekel de spullen die hij deze week nodig heeft. Stekel, je zit op de site van? Van Verf. Verf. En daar ga ik, mijn huis moet geschilderd aan de binnenkant. En, buitenkant heb je al mooi gedaan. Buitenkant heb ik vorig jaar gedaan, nu de binnenkant nog. Maar we hadden het, had ik het net over met mijn partner, dat we eigenlijk geen zin hadden omdat dit deze keer en vorige keer wel gedaan met van die stinkende verf op terpentinebasis te doen. Maar dat je eigenlijk, want dat stinkt je huis gewoon weken. Dat is volgens mij ook heel ongezond. Maar is dat niet zo bij jullie, Laurens van Dort? Want jij bent van de woordspeling verf. Ja, zeker, zeker. Nee, daar heb je helemaal gelijk. Bij ons is dat niet zo. Dus ja. Bij ons hebben we dus niet die chemische geur in je huis waar je nog maanden aan. Ja, nee, ik was natuurlijk niet helemaal toevallig op deze site terechtgekomen. Dus misschien moet jij even vertellen wie je bent en wat je doet. Ja, mijn naam is Laurens van Dort. Ik ben de oprichter van Verf. Een duurzaam verfbedrijf wat zich eigenlijk helemaal richt op consumenten. Een nieuw merk in de Nederlandse markt. Waarom dacht je, dit is nou wat ik wil gaan doen? Ja, er zit wel een redelijk verhaal achter. Het is ooit begonnen met een project in Brazilië. Waarbij wij in een favela een kleurenfabriekje hebben opgezet door middel van crowdfunding. Dit is alweer 2 jaar geleden. Toen ben ik daarheen gegaan met een studententeam. Toen deden we mee aan de 1% Student Battle. Ja, 1% Club, hier ja. Ook te gast geweest. Zeker, en die hebben toen mede door onze steun van onze crowdfunders gewonnen. Businessplan geschreven, pitch gedaan. En toen mochten wij naar Brazilië om in een favela lokaal verf te produceren voor kunstprojecten van Dree en Jeroen, twee Nederlandse kunstenaars. Ja, dat heeft toegeleid dat er allemaal van die muren in die favela's prachtige beschilderd zijn. Ja, correct. Ja. Ja, klopt. Zij doen dus, zij maken dus echt kunstprojecten in een favela om dus ook te zorgen dat daar gewoon meer kleur komt. Maar goed, zo kwam jij in aanraking met het produceren van verf. Je studeert in Delft, Technische Universiteit. Volgens mij klopt. Strategische productontwikkeling. Dat klopt. In goed Nederlands. Ja. En dan ga je verf maken. Ja, dat is. Toen ik het las, dacht ik. Ik dacht, is zijn vader schilder? Nee, ja, dat is een goede vraag. Ik ben. Inderdaad, heb ik in een TU Delft gestudeerd, industrieel ontwerper. Dat gaat heel erg over het bouwen van nieuwe bedrijven, nieuwe merken ook. Toen ben ik vervolgens gaan afstuderen bij Accenture. Heb ik me verdiept in corporate start-up samenwerking en hoe er nou eigenlijk geïnnoveerd kan worden door middel van start-ups. En daar heb ik een plan geschreven voor Accenture om eigenlijk start-ups te bouwen voor corporates. En met dat gedachtegoed in mijn achterhoofd ben ik eigenlijk aan het verfavontuur begonnen, wat ik dus in Brazilië had. Ja, maar je was dus heel erg aan het kijken naar de corporate industrieën, gewoon verffabrieken, weet ik veel. Hoe je met behulp van start-ups zo'n sector zou kunnen innoveren. Ja. Vandaar dat je op zoiets. Ja, ik keek vanuit dan Accenture perspectief, dus corporate perspectief, hoe verander je klanten? Klanten van Accenture zijn grote corporates in principe, bijna allemaal. Ja. Eigenlijk de Fortune 500 is allemaal klant van Accenture, van een consultancybedrijf. En hoe kunnen zij nou innoveren? En uiteindelijk was het idee van, het businessmodel van Accenture is eindig als uiteindelijk jouw klanten niet een businessmodel verdienen en vernieuwen. Dus waarom niet binnen de consultancy tak een nieuw model? En dat is het bouwen van start-ups voor corporates eigenlijk. Maar toen heb je, neem ik aan, meerdere gebieden, terreinen onderzocht dan het vernieuwen van de verfbusiness? Nee, tuurlijk. Dat ging echt, dat was heel conceptueel wat ik toen aan het, hoe daar toen in stond. Ook echt heel erg vanuit onderzoek. Natuurlijk had ik dat project in Brazilië parallel lopen. Dat liep toen nog steeds. Want wij hadden ons ook aangemeld voor een funding van Climate Kick, een Europese organisatie van EIT, die eigenlijk een klein deel funding verleent voor teams die duurzame ondernemers zijn. Dus wij hadden eigenlijk, nadat we in Brazilië waren geweest, hadden we eigenlijk een beetje prototype geld om verder te kijken naar die markt, om daarin te ontwikkelen. En dat zorgde ervoor dat ik gewoon een opportunity zag daar om eigenlijk een nieuw merk te starten. En waarom zag jij, wat is die opportunity dan? Is er behoefte? Of sluit het aan bij de markt? Ja, nou ja, natuurlijk. Het moet eigenlijk allebei zijn. Het hoeft niet direct bij de markt aan te sluiten, omdat je kan ook iets bedenken wat mensen nog niet hebben. Of iets geven wat mensen nog niet direct zien. Ik ging naar de bouwmarkt toe en ik wilde zelf wat verf kopen. En ik stond daar en ik dacht echt, dit is niet hoe het... Dit is niet oké. Dit kan beter. Je moet dus
vijf soorten verven kiezen, wat je niet weet wat het verschil is. Je moet maar iemand geloven die achter de balie staat. Daarnaast moet je ook nog al je producten gaan kiezen. Ja, en je moet ook nog eerst naar de bouwmarkt om die kleurstaaltjes te halen. Dat hele proces eigenlijk is niet gebouwd voor een consument. Tenminste, voor een moderne consument die eigenlijk heel erg van alle gemakken voorzien wil worden. Nou, toen dacht jij dat kan beter, dat kan anders? Ja, toen dacht ik dat kan beter. Toen ben ik dat gaan testen. Ja. En dat testen was eigenlijk heel agile of heel lean eigenlijk, hoe we dat noemen in de start-up wereld. Dus beginnen met aan iemand vragen, heb je verf nodig? Jij wil toevallig je huis schilderen? Nou, dan had ik dan een netwerk mensen die we ook wel verf nodig hadden. En dan ging ik zelf aan de gamma, haalde ik kleurstaaltjes, stuurde ik dan die mensen op. En vervolgens zeiden ze, nou, ik wil die groen of ik wil die blauw. En dan stuurde ik dat in een box op naar ze met alle materialen om te verven eigenlijk. En dan vroeg ik ze daarna van, ja, hoeveel wil je hiervoor betalen voor deze service? En uiteindelijk betaalden mensen daar gewoon ongeveer hetzelfde geld voor wat ik uit had gegeven. En toen dacht ik, ja, dit is natuurlijk een hartstikke mooie kans. Dus om eigenlijk weg te stappen van dat naar de bouwmarkt gaan en naar die een beetje die ellende, die keuzestress te ervaren, naar dat het allemaal voor jou geregeld wordt. Dat je op de bank kan zitten, dat je je kleuren uitkiest, dat ze de volgende dag gewoon bij je op de stoep staan. Of dat de kleuren bij je thuis liggen en dat je gewoon meteen aan de slag kan. Toen je dat ging onderzoeken, wat is de belangrijkste reden voor mensen, of wat dacht jij de belangrijkste reden voor mensen zou zijn om bij jullie te kopen? Is dat ontzorgen? Ja, ik denk het wel. Het is denk ik het hele concept. Het moet op alle vlakken natuurlijk kloppen. Want je hebt toen ook bewust gekozen voor biologisch of duurzaam. Ja, voor duurzame verf. Ja. Dat was al in Brazilië is dat ontstaan. Omdat ik toen... Ook omdat de tijdsgeest dat vraagt? Ja, omdat ik denk heel belangrijk vind. Je kan denk ik niet meer ondernemen met een chemisch product tegenwoordig. Dat is niet, is gewoon niet naar de toekomst gericht. En nou ja, als je een sustainable business wil bouwen, moet dat gewoon met een duurzaam product zijn. Ja. Dus daar heb ik toen al voor gekozen. En daar heb ik toen ook een partner gevonden die in Nederland zit. Daar ben ik eigenlijk bij gebleven. Een heel betrouwbare familiebedrijf wat nu ook nog steeds mijn verfleverancier is. Ja, dat vind ik grappig van jouw verhaal. Ondanks het feit dat je echt gestudeerd hebt in Delft en op je LinkedIn staat Strategic Product Development. Ja. Je maakt zelf helemaal niks. Jij hebt echt, in de zin van die verf laat jij produceren door een partnerbedrijf. Klopt. Je hebt echt gekozen om een sector of een dienstverlening te innoveren. Ja. En je bent gaan innoveren op de intermediair, op de interface. Ja. Tussen klant en verf. Zeker. Dat is heel anders dan heel veel anderen dat natuurlijk doen. Ja, ik denk dat daar ook eigenlijk het gat in de markt ligt om op een andere manier naar zo'n industrie te kijken. En kijken wat je daaraan toe kan voegen vanuit wat ik dus geleerd heb op de universiteit. En wat ik ook zelf in een product verlang, dat wil ik eigenlijk daarin toevoegen. Maar dan gaat het dus veel meer over gebruiksgemakken, over user interface, over ontzorgen, over keuzestress, over dat soort dingen. Ja, dat gaat inderdaad precies wat je zegt. En ik wilde dus ook eigenlijk heel erg ver weg van dat blik verf. Ik wilde hem eigenlijk helemaal naar de vierkante meter kleurervaring trekken. Dat je dus alle randvoorwaarden loslaat en dat je uiteindelijk gewoon kleur. Want je wil uiteindelijk kleur op je muur. Je wil niet rollen. Je wil ook niet naar die bouwmarkt. Uiteindelijk wil je kleur. Net zoals dat je bij de taxibranche dat je vervoer wil. En je wil dat de portier open gaat, dat je in een auto zit of in een bus. Maakt niet uit. Daar ben ik trouwens toch niet helemaal met je eens. Want er zijn ontzettend veel mensen. N is één in ieder geval. Er zijn heel veel zoals jij. Nee, maar die het ook heel erg leuk vinden om te schilderen. Oh ja, zeker. Ik vind het ook fantastisch. Dus je wil kleur? Nee, het is ook een ontzettend leuk proces om zelf je huis mooi te maken. Dat is het geeft is ontzettend veel voldoening. Ja. Nee, maar er zijn natuurlijk verschillende doelgroepen. Ja, ik behoor toch een andere doelgroep? Ja, dus, maar natuurlijk, ik ben het helemaal met je eens. Je moet ook kijken naar wat is de behoefte van de consument. Maar dat die keuzestress in die bouwmarkt en die niet transparante producten die aangeboden worden met eigenlijk geen duurzaam alternatief. Dat klopt. Hij verft nooit, dus hij weet hier echt niks van. Ik leer vandaag ook meer dan hij. Okay. Ik schelde altijd mijn huis zelf, maar ik haal überhaupt niks meer bij de bouwmarkt. Ik ga of naar de verre vakhandel, of ik bestel het gewoon online. Als ik weet wat ik moet hebben. Je bent wel online actief op de verf? Ja, ik koop al mijn verf tegenwoordig. Mijn verf koop ik allemaal online. Maar dan weet ik wat ik wil hebben. En alleen als je echt kleuren wil laten mengen, is het soms nog wel eens lastig. Ja. Want dan ga ik nog liever naar de vakhandel.
Ja. Maar kun jij even schetsen wat er op jullie site gebeurt als ik me daar aanmeld? Wat, daar was je mee bezig. Hoeveel loopt het proces? Nou, eigenlijk is het... Het begint natuurlijk met jouw vraag nadat je een muur wil schilderen. Of dat je geïnspireerd wil worden om je huis te veranderen. Dat kan een bepaalde moment van het jaar zijn dat het lente wordt. Dat je denkt, hey, ik ga daar even met de bezem doorheen. Maak dan een ander kleurtje. Ja. Of het kan zijn dat er een kind geboren wordt. Dat je de kinderkamer wil gaan inrichten. En dat met een duurzame verf wil doen die niet stinkt. En die is ook waar je ook je kind ook veilig in kan leggen, zonder dat je daar stress over hoeft te hebben. Daar begint het eigenlijk. En vervolgens kan je naar de website gaan en kan je gratis kleursamples aanvragen. En die kleursamples, waar ik me altijd aan irriteerde bij de bouwmarkt, was dat die nooit echt waren zoals het dan op de muur was. Dus wat wij hebben gezegd, wij maken gewoon kleursamples met echte verf erop. Zodat je kan voelen, kan ruiken, kan ervaren wat je uiteindelijk in je huis krijgt. En dat is dus ook 100% kleurecht. Dus dan bestel je op de site kan je 8 samples gratis bestellen. Dat is gewoon kleurkaarten eigenlijk. Die krijg je gratis op de deurmat liggen de volgende dag, werkdag. Gratis? Ja, zeker. Ja. Wat is het idee daarachter? Want je moet je geld altijd ergens verdienen. Er zit natuurlijk marge op het als je zelf verf gaat maken, maar dat doe je niet. Dan koop je in. Dus ik denk maar dat de marge daar ook niet heel erg groot is. Waar verdien jij je geld? Nou ja, kijk, uiteindelijk gaat het erom dat je mensen al in een heel vroeg stadium een goede ervaring geeft. En het gaat ook om dat je mensen aan je merk gaat binden. En door zo'n service te leveren, haal je al een heel groot een stressfactor van iemand weg. En dat is voor ons een hele goede entry om die mensen uiteindelijk met van verf ook te voorzien. Kun je alleen maar standaard kleuren bij jullie kiezen of kun je ook laten mengen? Wij hebben op dit moment 100 kleuren in het spectrum, omdat het allemaal unieke kleuren zijn. Wij zijn nog bezig met het uitbreiden naar echt tailor-made kleuren vanuit de NCS of de Rolwaaier. En we zijn nu ook alleen begonnen met muurverven. We gaan ook uitbreiden naar lakken. Dat komt ook binnenkort. Ja, hey, maar als ik jou zo hoor, dan had je in feite vanuit jouw opleiding en je interesse... Had je toevallig tegen iets aan kunnen lopen uit iedere andere sector om aan te pakken? Klopt dat? Eigenlijk wel, ja. Want je bent niet met een passie voor verf naar Delft gegaan, zeg maar. Dat je nee, zeker niet. Ja. Ik ben wel ondertussen een passie voor verf opgelopen eigenlijk, om het zo te zeggen. Je kijkt nu anders naar de wereld. Ja, maar ik kan me dan voorstellen met die mindset dat jij de hele dag, als je over straat loopt en je boodschappen doet of weet ik wat je doet, dat je dit soort ideeën heel vaak hebt. Dat je denkt van, hé, dit kan beter. Ja, klopt dat? Dat klopt. Ja. En dan zit je voorlopig aan die verf vast. Ja. Nee, maar geef daar eens voorbeelden van. Want ik kan me zo voorstellen dat echt een mindset is. Ik denk dat het lastig is om daar nu direct een voorbeeld van te geven. Het gaat om de ervaring. Als je eenmaal een standaard hebt gezet, hoe jij een ervaring wil, dan ga je ook ergeren aan een bepaald website waar het geen goede ervaring is. Waarbij dit voor de consument... Waar het eigenlijk niet voor de consument gebouwd is. En daar lopen we wel dagelijks tegen aan. Maar niet iets wat ik nu parallel aan het doen ben om ook nog op te lossen. Dit is echt, ik focus me nu op mijn bedrijf verf. Hey, je heet verf, dus dat is nogal voor Nederland, ongetwijfeld werkt het ergens anders ook. Maar bij ons werkt het in ieder geval heel erg goed. Ja. Johan Schaap vraagt op Twitter, is dit internationaal schaalbaar? If zo, hoe? Ik denk dat duurzame verf op een op een manier of een online manier hoe wij het aanbieden zeker internationaal schaalbaar is. We hebben ook naast ons we zijn ook bezig met eigenlijk te kijken naar een internationale uitrol, maar dan zal het in principe onder een andere naam zijn, maar dat is zeker mogelijk. Hoe gaat het nu in zijn werk? Zeg, Stekel zou nu een bestelling doen. Heb jij nu ergens een pand waar je allemaal potjes verf hebt staan? Of gaat er dan de bestelling dan pas uit naar het bedrijf waarmee je werkt? In welke fase zit je? Ik zit redelijk in de vroege fase. Dus wij zijn een paar maanden geleden echt gelanceerd. Daarvoor waren we natuurlijk wel bezig met echt ontwikkelen. Maar ja, het is 4 maanden geleden eigenlijk, bijna 5, echt de lancering. We hebben een pand in Rotterdam waar kantoorruimte... gecombineerd is met een ruimte voor fotoshoots en productie. Dus hebben we eigenlijk alles bij elkaar, wat natuurlijk fantastisch is, omdat je heel snel kan schakelen. Er staat een verfmenger, dus waar je
eigenlijk in principe alle kleuren mee kan mengen. Een schudder en gewoon voorraad. Dus dat zijn blikken. Ja, en er komt een order binnen en die wordt gewoon gemaakt en uitgestuurd. Ja. En welke foto's maak je dan daar? Wij maken daar elke keer andere foto's, gewoon sfeerfoto's. Elke donderdag een andere kleur hebben we op kantoor. En er wordt eigenlijk een hele setting omheen gebouwd. Dus het kan kinderkamer, een kinderkamer zijn, een woonkamer of een slaapkamer. En zo proberen mensen te inspireren om nou ja, wat verandering... Hey, jij wil, jullie willen vernieuwen in deze markt, verstoren in deze markt. Je zegt die ervaring in zo'n bouwmarkt, die kan beter, die moet beter. Hoe bereik jij de mensen die nu nog naar die bouwmarkt gaan? Dat het waardevol is, snap ik. Maar je uitdaging zal ook zijn, hoe zorg je dat de mensen het weten? Nee, zeker. Dat is een behoorlijke uitdaging. Nou, natuurlijk wel heel interessant. We zijn een online bedrijf en die heeft ook online kanalen om die mensen te bereiken. De markt op wat de mensen die op dit moment verkopen online is maar 4,5, 5, misschien 6%. Dus dat is echt een heel klein percentage. Dat is natuurlijk aan het groeien. En daarna zitten ook veel meer mensen op online platforms. En die proberen wij eigenlijk op te zoeken. Instagram, Facebook, Pinterest. Pinterest lijkt me een mooi potentieel kanaal voor jullie. Ja, Instagram is ook een heel goed werkend kanaal. Mensen zoeken inspiratie. En die produceren wij dus ook. Ja, wat ik lastig vind van jullie concept, want ik probeerde wat kleurstalen te bestellen. Mag ik er 8 bestellen? Ja. Maar bij mij werkt het al niet zo, want ik twijfel nu al mega tussen, want je weet ook, dat weet ik dan ook omdat ik daar vaak mee werk. Ja. Maar de kleuren van mijn scherm, dat zegt helemaal niks over hoe het in werkelijkheid is, want dat is net hoe ik het heb ingeregeld. Dus ik kan daar nu al niet tussen kiezen en ik wil nu toch gewoon eigenlijk naar de gamma om dat staalboek te halen. Ja. Niet met 8, maar met 600 stalen. En dan wil ik gaan vergelijken. Mm-hmm. Dus dat vind ik gelijk lastig. Zeker, ik vind dat zelf ook lastig. En daarom gaan wij binnenkort ook gewoon een waaier introduceren. Waarbij je alle kleuren hebt. En die kan je gewoon ook thuis laten bezorgen. Oké, dan moet je dan waarschijnlijk wel een bedragje voor betalen. Tuurlijk betaal je daar een paar euro voor. Maar kijk, je kan niet... Als je een starter bent, kan je niet in één keer alles introduceren. Dus je moet heel goed kijken naar wat mensen willen, welke kleuren zijn interessant en welke stappen ga je daarom maken. Daarom geef ik je deze feedback. We zijn er mee bezig. Ja. En is één wil dit vragen. En is één. En nou hebben jullie besloten, en ik lees dat ook, dat je dat eigenlijk vanaf dag 1 al had gedaan om niet zelf die verf te gaan mengen en te gaan maken. Ja. Ik neem aan ook omdat je schaalbaar wilde zijn, want dat ben je nu met een grote partner. Ja. Maar je bent ook gelijk... Het was niet een het is geen leverancier van je. Je bent gelijk eigenlijk samengegaan. Je bent gaan partneren. Dat is eigenlijk het mooie aan het bedrijf dus waar ik nu dus mee samenwerk, is dat het een heel erg... Zij hebben ook geïnvesteerd hè, in jullie? Ja. Onlangs is er een investering geweest. Ja. Maar zij waren eigenlijk ze zijn geen corporate. Ze zijn een traditioneel familiebedrijf. En het fijne daaraan is dat de mensen gewoon meedenken. Voor de lange termijn. Ben je nou eigenlijk gelijk onderdeel geworden van hun bedrijf? Als een soort innovatieclubje daarbinnen? Of sta je er nog buiten? Nee, zeker. We staan daar. Dat zijn twee volledige losse dingen. En ik denk dat dat ook het allerbelangrijkste is. Omdat we volledig onze identiteit moeten behouden. En dat juist werkt. Zij komen uit een andere... Oké, want zij hebben geen meerderheid aan. Nee, ze hebben geen meerderheidsaandeel. Ja. Ze hebben ook geen consumentenverven. En zij zijn echt puur de samenwerking aangegaan om ook die markt te gaan betreden eigenlijk. Ja, want jij hebt daarover gestudeerd. Maar dus wordt het... boeken zijn er inmiddels over volgeschreven, over hoe je natuurlijk innoveert binnen corporates, binnen bedrijven, binnen verffabrieken. Ja. En meestal zie je dat zodra de start-up inderdaad intrekt bij de corporate, dat noemen ze ook wel de kiss of death. Dan is het heel snel, hook of death, ja. Of de hook of death, dan is het heel snel afgelopen met de innovatie. Ja. Is dat ook een risico als je dan, zoals jullie gelijk samen gaat werken met zo'n bedrijf die uiteindelijk gewoon blikken verf wil verkopen? Ten eerste, het bedrijf waar ik nu mee samenwerk is niet zo groot in schaal. Dat het een Akzo Nobel is. Maar je hebt natuurlijk wel gelijk. En daarom zorgen we ook dat het parallel blijft lopen. En dat daar veel kennisuitwisseling is. Dus we gaan niet intern zitten. Maar we gaan echt van elkaar proberen te leren. Zij kunnen gebruik maken van de skills die wij intern opbouwen. Op het gebied van echt innovatie. Hoe bereik je nou mensen? Hoe bouw je nou echt een goede flow online? Maar aan de andere kant maken we ook heel erg gebruik van hun distributie en hun kennis daarin. Dus je moet het zo lang mogelijk parallel zien te houden. Eigenlijk moet je het altijd parallel houden.
en nooit gaan integreren, omdat het dan uiteindelijk de kiss of death of de hug of death, die ligt er wel echt op de loer dan. Ja, en dan focussen jullie dus gewoon echt heel erg op innovatie van dat klantproces, de website, het marketingkanaal, allemaal dat soort dingen. En eigenlijk met verf bemoeien je eigenlijk totaal niet. Nou, het staat wel, dat gebeurt wel bij jullie op het kantoor. Het gebeurt wel op het kantoor, ja. Dus jullie hebben wel de beste verfmenger. Natuurlijk, dat hebben we wel. Wij zitten niet op de R&D van de verf. Dat is iets, daar zijn zij goed in. Ja. En dat moeten zij ook vooral doen. Zij leveren topkwaliteit producten aan ons. En wij zorgen dat wat wij goed in zijn, dat wij dat doen. Ja. En dat is eigenlijk de voorbeeld. Jeroen Verkroost daarover, die zegt, wat is er nodig om elke rolkleur te kunnen gaan leveren. Je weet, ik weet niks van verf, dus ik neem aan dat dit een systemen. Begrip is. Wat heb je daarvoor nodig? En dat is wel een interessante. Ik dacht ook dat je dus heel veel nodig had om zo'n kleur te maken. Mensen doen er best wel mysterieus over altijd. Want mijn kleur kan je alleen bij mij bestellen. Star Sickens bijvoorbeeld en Pharaoh Ball. Is eigenlijk helemaal niet zo. En daarom ben ik nu ook bezig met kijken of daar een platform voor op te richten. Dat mensen gewoon veel makkelijker eigenlijk elke kleur kunnen bestellen die ze maar in hun hoofd komt. Of ze nou een NCS-naam hebben of een RAL-code. Dat kunnen we gewoon maken. Dus daar zijn we mee bezig. Welke hobbels, wat zijn de grootste hobbels die je op korte termijn moet nemen? Ik denk dat het voor mij ligt in het uitbouwen van een goed team. We zitten nu met een heel mooi team, maar dat moet ook schalen met de business. En dat wordt wel een hele leuke, maar wordt wel een interessante uitdaging. Ja, en heb je daar nog echt groeigeld voor nodig? Hoe zitten jullie in je financiering en wat bij elke start-up natuurlijk een groot ding is? Verdienen jullie al geld? Waar staan jullie? Wij hebben dus net de investering van dat bedrijf. Ja, zitten we dus nu eigenlijk in die fase. Dus dat is eigenlijk ons groeigeld voor het aankomend jaar. Daar zijn we nu ook een strategie op. Ze heet trouwens Beryl Coatings. Dat we ook weten over wie we het hebben. De familie Beryl. Baril. Ja. Baril. Ook wel Baril. Ook wel Baril geheten in Rotterdam en omstreken. Jij gaat verder. Dus wij hebben nu groeigeld en we zijn nu samen met hun ook gewoon een strategie aan bepalen hoe we dit gewoon op een goede manier kunnen uitvoeren. En er liggen altijd prachtige modellen onder. Hoeveel klanten heb jij nodig over een jaar om break-even te zijn? Ik denk dat is lastig. Wij zijn nu bezig met het productportfolio ook echt uitbreiden. In principe, kijk, als je als een klein bedrijf blijft, hoef je ook niet heel veel geld, hoef je niet veel geld te verdienen om te blijven bestaan. Dus met je ambitie moet je ook natuurlijk klanten hebben. En onze ambitie ligt wel om serieus een grote speler te worden op het gebied van consumentenverven. En daar heb je natuurlijk ook gewoon bijbehorend kapitaal voor nodig. Ja. Dus als jij 10% van de markt wil bedienen, heb je een paar miljoen nodig. Als jij er 1% wil, heb je aan een ton genoeg. Dus. Hey, en is dat dan nog bij jullie jonge ondernemers, wij als oude grijze mannen mogen dat zeggen, jullie als jonge ondernemers, zo dat je om je heen kijkt in de wereld en je ziet van goh, Airbnb is de grootste op het gebied van huizen en heeft geen huizen, mm-hmm. Uber is de grootste op het gebied van taxis en heeft geen taxis, weet je wat, wij worden het grootste op het gebied van verf, maar in verf dat hebben we niet. Ja. Is dat hoe het werkt? Het is wel een interessante gedachte, kijk uiteindelijk, en jij wil natuurlijk uiteindelijk zelf blijven rollen. Dat is ook heel veel mensen niet, weet ik. Veel mensen niet. En dat is wel iets waar ik wel echt naartoe wil. Dus een concept neerzetten waarbij eigenlijk vierkante meters kleur koopt. Een kleurervaring. En dat je eigenlijk niet meer zorgen hoeft te maken hoe het nou op je muur komt. Dat ook iemand anders dat voor jou kan doen met een rating systeem daarachter. Bijvoorbeeld als Airbnb of op Uber heeft. En zo probeer ik ook eigenlijk de traditionele punten waar jij verf koopt, probeer ik eigenlijk te veranderen. En ik heb nu een nieuw concept bedacht, dat heet verfspots. Dat zijn eigenlijk plekken in Rotterdam, Amsterdam, eigenlijk de grote steden, Arnhem, waarbij je als consument kleur kan ervaren. Dus dat zijn plekken, inspirerende plekken, zoals kleine winkeltjes, barretjes, waar één mooie kleur van uit ons palet zit. Ja. Is. En dan kunnen mensen dus live hun eigen kleur gaan bekijken. Dus je... Ja.
ja, je bent wel echt bezig met die, op, ja, ook een andere manier te kijken naar hoe kan je mensen nou in contact brengen met verf, hoe kan je dat in die ervaring veranderen? Ja, nou daar vanuit, omdat ik dus veel verf koop en meng en gedoe, je zou denk ik heel veel mensen heel blij maken als je het grote probleem oplost, dat je ergens een kleur ziet. Ja. Die zegt, die wil ik hebben. Maar er is geen enkele manier om dan te deduceren welke kleur het precies is, wat de code is. En dan moet je echt 30 potten laten mengen en terug naar die plek. Dus je zem van de kleur. Nee, maar ik zou dat echt fantastisch vinden. Ja. En dat hoef je natuurlijk niet. Ik snap dat het allemaal aan het 's ochtends is een kleur anders dan 's avonds. En weet je, het is allemaal rete ingewikkeld. Mm-hmm. Maar ik woon zelf in een oud houten huis. Ik zou bijvoorbeeld geweldig vinden als ik in het, ik noem maar wat, in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen ben. En ik zie daar een mooie kleur op zo'n oud huisje geschilderd, dat ik met een app in ieder geval de codes in de buurt al daar zou kunnen genereren. Dat zou ik echt fantastisch vinden. En volgens mij past dat heel goed bij. Hou ons webs in de gaten, zou ik zeggen. Ja. Oh. Nou, dat ga ik doen. Dus ik zou zeggen, ga nog niet wacht nog even met schilderen, Stekel. Wacht nog even met bestellen. Ja, ik ga rustig aan. De techniek wordt geleverd. Ja. Hey, super, ontzettend bedankt. En we maken hier vervolgverhalen, dus we horen over een tijdje graag van je. Waar je staat, hoe het gegaan is. Nee. Jullie bedankt voor de tijd. Jullie bedankt voor het kijken. Kijk je live, blijf dan kijken. Kijk je on demand. Dan weet je dat je al onze uitzendingen via YouTube en via fastmovingtargets.nl kunt terugzien. We bedanken zoals altijd de sponsors. En daar is er eentje van, Bier & Co. Van tevoren zeg ik, je mag het ook zeggen als je het bier niet lekker vond. Je had een mannenliefde. Ik vond het fantastisch. Was een goed biertje. Oké, okay, nou, Stekel weten we dat hij dol is op Heineken bier en dat dat eigenlijk altijd betrouwbaar en lekker smaakt. Dus die houden we even zo. We danken verder, eventjes kijken, Streamzilla uit Groningen. Die ervoor zorgt dat je altijd live kunt meekijken. 2ML, of zo heet het bedrijf, wat voor onze hosting zorgt. Maar die zijn overgenomen in een ander bedrijf waar ik de naam nog eventjes niet vanuit mijn hoofd weet. Volgende week beterschap. En daarnaast Freedom Lab, van waaruit wij uitzenden. Blijf kijken als je live kijkt. Dankjewel. Dag. Hey, dankjewel. Ja joh, dat is helemaal een flatscreen achter of zo. Ik heb me helemaal gek gemengd op de kleur had waar ik het voorgeven van mijn huis heb geschilderd.